Ja, inderdaad, iets wat we nog nooit gezien hebben in Vlaanderen. Iets wat we hier nog niet hebben gedaan. Ja, en als er twee zijn die het kunnen, dan zijn het Kobe en Hendrik wel. Daar ben ik 100% van overtuigd. Hè. Ja, als collega producent, ja. Hoe kijk je aan tegen de gasten? Ja, ik zit er met open ogen naar te kijken. Ja. Het is een hyper ambitieus project. op dit ogenblik liever ik aan deze kant dan zij. Maar ik ben er vast van overtuigd dat ze er gaan geraken. Ze weten waar ze mee bezig zijn en ze pakken het aan zoals het moet. Dus ja, petje af. Liever zij dan jij? Waarom zeg je dat? Omdat je begint aan een avontuur dat risicovol is. Maar dat is een deel van de job van producent. Hè. Je neemt altijd een risico in timing, in geld. Dat is een heel wankel evenwicht altijd. En nu zitten we met een film die je eigenlijk, ja, als je 12 miljoen euro hebt, is dat geen cent te veel. En nu is er geen 12 miljoen euro, dan moet je heel hard gaan nadenken en super creatief zijn. Elke cent in vieren delen en heel goed denken wat je ermee gaat doen. Dus liever zij dan ik. Ik zeg dat een beetje om te lachen natuurlijk, omdat het heel makkelijk is dan om als speler op de set toe te komen en zien, oh, alles is geregeld. Hè. Maar dus daarmee bedoel ik gewoon van, ja... Zij zullen er wel in slagen om het tot een goed einde te brengen. Maar nu is het ook wel aangenaam om eens aan de andere kant te staan.